De ziel van de dag. Elke werkdag op de radio. Hier bij Omroep Zeeland. Leida Wallaert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een bekende oproep eigenlijk. We moeten meer bewegen, dat is namelijk gezond. En de gemeente Vlissingen en Middelburg beginnen samen met een project. Leida, jij bent lerares Zumba. En jij bent een van de mensen die zegt van ga nou eens een keertje bewegen. Ja, dat klopt, inderdaad. En waarom zeg je dat? Omdat bewegen niet alleen heel erg goed is voor je lijf, ook voor je geest eigenlijk. Het is een dubbele werking. Je bent gewoon even een uurtje met iets anders bezig. En ja, het is gewoon heel goed voor je. Ja, leg eens uit. Waarom? Het bewegen gaat eigenlijk vrij makkelijk. In ieder geval vind ik de dans daar een leuke manier voor. Maar ik vind het sportkennismakingsaanbod wat dat betreft ook heel breed. Er is echt keuze uit heel veel takken van sport. En je hartslag gaat harder, je adrenaline stijgt en je krijgt er een gelukshormoon van. Je voelt je daarna over het algemeen echt veel prettiger. Ja, dat gelukshormoon, dat spreekt me wel aan. Ja, inderdaad. Veel mensen denk ik wel. Zeg, het is een groot project, ongeveer 45 sportorganisaties of bedrijven doen daar aan mee. Jij dus ook, met Zumba. Leg even uit, Zumba, wat was dat ook alweer? Nou, Zumba is een combinatie van dans en fitness. En je beweegt op Latijns-Amerikaanse muziek. Zoals dat een merengue kan zijn, of een salsa, een reggaeton. Eigenlijk ook wereldmuziek. Er kan ook een Bollywood-nummer bij zijn, of is een rock'n'roll nummertje. Maar de grondlegger is ook iemand uit Colombia. Is toch wel vooral de Latijns-Amerikaanse muziek. Dat is wel een voorwaarde dat je daarvan houdt. Maar het is een combinatie van, je zei, fitness en dans eigenlijk. Hoe werkt dat dan? De muziek is echt, zoals ik al zei, heel aanstekelijk. Daar wil je op bewegen. De instructeur, je zegt de lesgever, is een Zumba-instructeur, een gecertificeerd iemand. Die is daarin opgeleid en die weet hoe je daar ook fitnessbewegingen bij kunt maken. Hoe je daar richtinggevoel aan kunt geven. Hoe je daar de intensiteit kunt verlagen of kunt verhogen. En die weet jou daarmee in beweging te krijgen. Zumba is iets dat jou aanspreekt. Leg eens uit, waardoor werd jij gegrepen in de Zumba, in de dans, in het bewegen? Mijn hobby is altijd geweest het dansen. En dat waren allerlei vormen van dans. Stijldans, volksdans, streetdance, jazzballet, maar ook salsa. En toen ik dit programma zag, jaren geleden op de televisie, kwam het eerst als een commercial. En later werd het dus in 2008, 2009 werd het ook in Nederland gegeven. Toen raakte ik daardoor gegrepen, eigenlijk omdat het ook zo makkelijk te volgen is. Je hebt er niemand voor nodig, je kunt het alleen doen. En natuurlijk ben je wel in een groep, maar je hebt er geen partner voor nodig om het te kunnen doen. En je kunt er dus op heel veel muziek doen, dat Zumba. Inderdaad, heel veel muziek. Zoals ik al zei, de Latin dansen zoals cha-cha, bachata, een merengue, een salsa, een reggaeton. Maar het is ook heel breed gemaakt. 30% kan ook een lekker nummertje van de radio zijn. Een hit, Pharrell Williams, ik noem maar wat. Of bijvoorbeeld Bollywood. Of een rock'n'roll nummer. Ja, nou, Pharrell Williams, dat heb je. Dat zullen we dan straks maar eens eventjes draaien. Kijken of we daar inderdaad vrolijk van worden. En bewegen. Nog even dat project. Hoe werkt dat? Kunnen mensen vandaag, want het loopt ruime maand en vandaag begint het. Kunnen mensen gewoon bij jou aan binnenkomen wandelen of zo? De mensen hebben zich aangemeld via de website van, in dit geval, Vlissingen in Beweging. Het is opgezet door Middelburg en door Vlissingen. Ik heb steeds van Vlissingen in Beweging de oproep gezien. Daar konden mensen zich op aanmelden. En de sportaanbieders hebben daar dan weer een lijst van gekregen welke mensen daar aan meekomen doen. En met die mensen heb ik contact gezocht. Dus ik weet ook wanneer deze mensen komen. Maar natuurlijk is eigenlijk altijd iedereen van harte welkom. Dit is gewoon een extra stimulans om mensen in beweging te krijgen. Oké, goed. We gaan bewegen. Daar staan we dan. En hoe bewegen we dan als eerste? Gewoon met de armen, met de benen? Hoe doen we dat? Natuurlijk met een heel verantwoorde warming-up. Want onze spieren moeten eerst warm worden. Dus de warming-up die duurt al een minuut of 10. Hè, omdat we dat langzaam opbouwen.
En dat is ook dan natuurlijk op heel aanstekelijke muziek. Dat je denkt van nou, ik wil meer. het uur vliegt om. En meer kan onder meer gekregen worden bij Leida Wallaat Leida. Je bent onze ziel van de dag. Rond 9:15 dan horen we nog meer van jou en Pharrell Williams. Hè? Happy. Gaan we maar eens naar luisteren. Eens eventjes 4 minuten lang bewegen. Om een beetje lol in het leven te krijgen. Daar gaan we. Dat is een goede start. Geweldig. Dankjewel hè. Dag. Dag.